Cody Gakpo ging voor zo'n 50 miljoen van PSV naar Liverpool. Memphis Depay speelt sinds anderhalve week niet meer bij Barcelona, maar bij Atletico Madrid. Wout Weghorst probeert sinds kort te scoren voor Manchester United. En Victoria Pelova maakte de overstap van Ajax naar Arsenal. Ja, het kopen en verkopen van spelers mag 2 keer per jaar. In de zomer hebben clubs daar zo'n 2 maanden de tijd voor. En in de winter 1, in januari dus. Veel clubs die in de winter spelers kopen, doen dat omdat ze niet heel lekker gaan. Het Engelse Chelsea bijvoorbeeld. Die club verliest dit seizoen de ene na de andere wedstrijd. En geeft deze winter bijna 200 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Ze kopen ook de duurste speler van deze winter, Mykhailo Mudryk. Voor de Oekraïense aanvaller betalen ze 70 tot 100 miljoen euro. Ja, voetbalclubs die nu nog op koopjesjacht zijn, moeten opschieten. Morgen is de laatste dag dat er nog deals gesloten mogen worden. Om 12 uur 's nachts gaat de voetbalmarkt op slot. Tot de zomer dus.